Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag, moet ik even nadenken, dinsdag. Ik ben naar de gym geweest. Ik zit nog altijd in mijn gym outfit. Het is 2:15 en ik ben al terug van... Ik ben naar de gym geweest van 9 tot 10 met Celine. Of 9:15 tot 9:45. Dan naar kantoor en dan was ik hier. Nu ben ik vlogs aan het editen, want ik moet er wel een heel deel editen. En ook een nieuwe collectie van Totally Too aan het uitzoeken. Alles wat daar hangt, want die pakketten zijn hier aangekomen. Dus ik was al even aan het kijken wat ik zelf wil. En dingen aan het passen en zo. En dan... Vandaag, wat staat er nog op het programma? Ik ga gewoon eigenlijk nog verder doen aan de vlog. En dan ga ik proberen om boven de rommelkamer op te ruimen. Ik heb in de Action allemaal bakken gekocht daarvoor. Plus, onze dressing is aangekomen. Allee, dressing. We hebben zo een telescopische rek besteld. Die je zo tegen het plafond kunt maken helemaal. En onder en tegen de muren. En dan, ja... Je gaat het niet begrijpen als ik het uitleg, maar je zult het straks wel zien. Maar dan kun je twee dingen boven elkaar hangen. Want we hebben gewoon veel te weinig plaats in onze dressing. En we willen niet investeren in een grote, chique dressing. Allee, bij de IKEA kost dat dan wel direct €800 of zo voor wat dat wij willen, zeker. En dit was maar €100, denk ik. Maar... We gaan die deze avond in elkaar zetten. Ik ga dat niet alleen kunnen, dus Niels gaat helpen. En dan ga ik het jullie wel laten zien. Trouwens, een update op de handen, want veel vroegen dan nog. Nog altijd bruin. Het is wel minder, maar vooral deze twee zijn nog best wel bruin. Zo ziet je het verschil wel hard. En ik moet om 4:45 naar de nagels... Dus die zal zeggen, wat heb jij met je handen gedaan? Of wie weet heeft hij wel een middel om dat eraf te doen. Maar ik denk het niet. Maar alleszins, ja. Rani zal denken, wat is dat? Wat is dat? Maar ja, dus noten, hè. Pijl geen noten, mannetjes. We hebben ze trouwens gisteren moeten weggooien omdat er schimmel op stond. Een hele komieke gepijlde noten. Dus ik heb echt voor niks gepijld. Fun. Fun times. Oké, dit is de before van de rommelkamer. Met een Milky die in de rommelkamer is aan het rondneuzen. Maar ja, zoals je kunt zien, a lot of rommel. En ik ga zien hoe ver ik geraak om dat proper te krijgen. En after die zakken hier en die drie dozen, die moeten nog in de dressing als de nieuwe dressing is opgesteld. En dan hebben we hier, dat zijn drie dozen kerstspullen, deco en zomerkleren. En deze kant hebben we nog een verhuisdozen met zo technische dingen en een kerstboom. Mijn camera was plat. Ik weet niet wat ik nog had gezegd, maar nu is het hier weer zo blauw. Maar ik ben dus klaar. En ik denk dat ik hier aan het zeggen was, die drie dozen zijn nog jassen en truien. En die is half vol met rommel voor in de dressing. Maar dat ik dat nog niet in de dressing ga doen. Want ik zal de dressing eens laten zien. Die is ook echt... Oh. As you can see... Ik heb hier al een heel deel van mijn winterkleren gegooid. Echt letterlijk gegooid op de grond. Dat deel van mijn zomerkleren moet nog weg. En dit heb ik al allemaal uitgemest. En dat is allemaal winter. Maar we hebben dus een systeem gekocht. Dat je twee rekken boven elkaar kunt hangen eigenlijk. Dus dan kan ik dit allemaal nog ophangen. En de broeken moet ik ook wel nog sorteren, besef ik. Zitten er nog een paar zomerse tussen. En er moeten nog winterse bij. Dus ja, dat is de status.
Ik denk dat we direct straks, maar ik zie er nogal patchy uit, zo vettig en zo. Ik denk dus dat we direct straks gaan doen. Ja, alleszins kan dat niet alleen. Dus ik moet sowieso wachten. En dan kunnen we deze rommel ook opruimen. Nu ga ik heel even iets eten en iets drinken. En dan binnen een uurtje ga ik vertrekken naar Pastel. Mijn haar is zo vettig. Ik wou me eigenlijk nog douchen, maar dat zal voor daarna zijn. Het is ondertussen avond. Hoe laat is het? Oké. Ik weet wat dat probleem is. Half zeven, ja. Deze is met tussenschot. Ja. Deze is zonder tussenschot. Deze met tussenschot staat op de laagste stand, zo hier te zien. Ah ja, oké. En die kunnen dus niet... recht zetten. Oh nee, tussen... op het plafond, schatje. Oh ja, snap je. Ja, ja. En wat moeten we daar dan mee doen? Ja, dat moet er gewoon tussenuit. Dat tussenstukje, dat zit zo hier. Hè. Ah, oké. Dat is hier tussenuit. Ah, oké. Dat is nummer 2. Oké. Okay. Dus nummer 2 moeten we niet... niet nemen. Oké. Okay. Let's do this. Moet ik mijn shit niet wegdoen eerst? Ja. Of gaan we aan deze kant de palen zetten en dan de shit wegdoen? Hè? Huh? Ah, ik denk dat iedereen zijn eigen rekking zet. Twee! Oh. Dames en heren, dit is de lieve man van mij. Allee, boyfriend. Man, man. Dat is een mop kunnen. Ja, ja. Echt waar? Wordt het scherp? Lieve Maddenzee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat kan ik doen? Ja? Oh, ophangen. Oh, dat is wel. Ja? Oké, dit is wat we momenteel al hebben. Oh, kom. Het is wel erg als je dat zo op beeld ziet, ze. Maar hier hangt alles nu van mij, maar dat gaat zelfs naar daar. Maar daar is van Niels. En zie dit je? Moet allemaal dat op. Dat gaat er niet tussen naast, die twee er tussen. Nee, maar er waren twee maten. Dat stond er ook op. Je kunt dat wel verstellen, maar je kon tot 3 meter aan en tot 2 meter aan gaan. Dus. Je hebt die van 3 gepakt. Nee, dat was gewoon een pakket. Ah, oké. Okay. Was voor allebei die maten. Maar ja, als je deze er wel kon tussensteken, dan kon het hoger gaan, hè? Snap je wat ik ja, doe? Maar we hebben geen hoger plafond. Ah, zo, ja, ja ik snap je, het. Ja, ja, ja. Die bar eigenlijk ja, ik snap kon, het. Ja. Maar ja, nee. En Milky is daar aan het chillen. Ik denk dat ik ook niet moet klagen voor iets van 100 euro. Nee, het is dat, 100 euro. Hoe laat is het eigenlijk trouwens? Want ik denk dat je ook nog wel wat te veel had zien. Ja, nee. Hè. Oeh. Oei, oké. Okay. Doe maar snel. En de rest van de kleren hang ik morgen allemaal op en ruim ik op. En we're ready. Amai. Dit is Niels' zijn kant. En dit is mijn kant. Er zijn nog 2 hele grote dozen in de dressing die ik... morgen ga doen, daar heb ik echt geen zin meer in. Dus die ga ik morgen nog ophangen. Dit zijn alleen mijn winterkleren. Al mijn zomerkleren heb ik al weggedaan. Alleen van de broeken moet ik nog even kijken. Want er zijn nog heel lichte jeans bij. Die ga ik ook nog wegdoen, maar dat ga ik morgen doen. Nou, dit is de overview. We hebben de krukjes hier op de mat. En dan is dit de dressing. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. En ik ga verder doen in mijn dressing. Moet nog wel redelijk wat dozen doen. Dus fingers crossed dat alles erop gaat passen. Maar ik denk het wel. Oké, 2 uur later en een bezoekje van mijn mama is de dressing af. Hij hangt goed vol. En echt hoeveel truien en sweatshirt of hoe noemt dat, zo'n sweatertruien ik heb. Als ik dat zie denk ik echt, oh god, Elisa. En ik heb nog zelfs veel weggedaan nu. Maar ja,
So be it zeker. Ja, dit zijn al mijn winterkleren nu. Oké, zo komen we binnen. Dit is Niels zijn kant. Niels heeft ook wel best veel kleren, vind ik. Daar heb je nog een rekje. En dan hebben we hier mijn kant. Oh god. Dus ja, ik heb er proberen wat regelmaat in te brengen. Dat zijn al mijn truien. Al mijn sweatshirts. Daar golven met kap. Zoals sweatergolven. Dan jassen. Nog meer jassen. Leren jasjes. Dunnere jasjes. Blazers. Hemden. Kleedjes. Setjes. Zo rokje en blouse wat samen moet ofzo. En dan golven en debardeurkes. En daar liggen al mijn broeken. Mijn jeansen. Speciale broeken. Jeans. Dat is strakke jeans en in de hoek zwart. En dan heb ik daar joggingsbroeken en nog rokjes in de hoek. En hier zijn topjes en dat is ook eigenlijk nog eens... Allee, ik heb wel alle zomerdingen eruit gehaald, maar ik zou dat eens opnieuw moeten plooien. Maar daar heb ik nu geen goesting meer in. En mijn winterhandtassen. Hierin heb ik nog bodies. Dus dat zou ik eigenlijk ook eens moeten leegmaken. Bodies. Shortjes, zo van die sportshortjes of joggingshortjes. En dat zijn lingerie dingetjes nog. En hier zit ook nog, wat zit hierin? BH's, sokken, nog meer sokken. Dit is ook dingen om in te slapen, zo pyjamatjes. Hier zijn gewone pyjama's meer. En nog sokken, maar ook van Niels. En hier zitten al mijn andere broeken in. Dus ja, tijd zitten. Goed job, goed gewerkt Alyssa. Oké, ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en dan zie ik jullie snel weer. Muah.